Welkom bij Helmond Schout Speciaal. In het tweede gedeelte van het programma, het praatkwartier vanuit het speelhuis. Vandaag een gesprek met 2000 poten, regisseur John van der Zanden en schrijver en muzikant Luc de Graaf. Maar nu eerst Helmond in beweging. Oké, begin even met de benen goed los te schudden voordat we beginnen. We beginnen zo meteen met de knie op. Komt ie aan. En komt ie op, op, op. Hou vol. Goed die rug recht houden. Knie hoog, op, 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 op. Oké, en stap maar mee. Goed actief. Hou me mee, rug recht. Oké, gaat zo de hak naar de bil. Komt ie aan. En hak, hak, hak. Goed, die armen mee bewegen weer. Hou vol. Oké, en stap weer mee. Stap, 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 stap. Goed die armen mee. Hop, hop, hop. Oké, gaat die knie weer omhoog. En komt die aan. Op, op, op. Goed rechtop. Knie goed hoog. Hop. Oké, stap er mee. De laatste stukjes. Ja, dan gaan we weer naar de cardio. Let op, het is een snel nummer. Probeer het bij te houden. Het is om de hartslag omhoog te krijgen. Lukt het niet, doe je het een tandje rustiger. Yes, dan gaan we op de muziek. Komt-ie, gaat de knie op en wissel. Op, op, terug, op, terug, op, terug. En dribbel op de plaats. Stap, 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 stap. Heel goed, ga door. Hou vol. Heel goed, gaan we naar die knie op. Komt-ie, op, wissel, op, en op, op. 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 Laatste dribbel op de plaats. Komt ie. Pop, 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 pop. Moeten nog snel die bus halen. Naar de supermarkt voor de laatste boodschappen. Ga bijna dicht. Gaan we weer. Knieën op. Op. En weer. Op. 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 Laatste. Twee. Laatste. Hè. Gaan we weer. Rennen. Pop. Neem je armen mee.
goed, even ontspannen, lekker losschudden. Even weer tot rust komen. Heel goed. Kom weer klaarstaan. We beginnen weer met de knieën op. Daar gaan we. Op, gewissel, op. Op, op, op. Laatste twee. Laatste, dan gaan we weer op de plaats. Hou vol. Ga weer, knieën op, komt ie. Op, wissel, op, op, op. Laatste paar keer, dames en heren, hobbel. En op de blaas, gaan we weer. Heel goed, ga door, we zijn er bijna. Heel goed, schud er even alles los. Even weer tot rust komen. En dan gaan we naar het volgende onderdeel. Heel goed, stevig staan. Ellebogen in de zij. Maak vuisten van de handen. En dan gaan ze om en om omhoog. Komt die op en terug. Op, terug. Op, terug. Heel goed. Doe nog. Vier. Drie. Twee. Beide tegelijk. Gaat die op, terug. Op, terug. Op, terug. Oeh, when she kissed me. Laatste. Heel goed. Omhoog. Vanuit de schouder. Op en terug. Lekker rustig aan. Allebei tegelijk. Kom, die hand. Op, terug. Op, terug. Op, terug. Maak je lang. Heel goed. Nog eentje. Schud los. Lekker ontspannen. Geef die arm even een moment. Ellebogen weer in de zij. Vuisten van vooraf aan. Daar gaan we. En op, terug. Op, terug. Op, terug. Doen we nog. Vier. Drie. Twee. Beide tegelijk. Daar gaan we. Op, terug. Op, terug. Op, terug. Laatste gaan we weer vanuit schouders. Komt die. En op, terug. Op, terug. Op, terug. Heel goed. Nog. Vier. Drie. Twee. Beide tegelijk. Daar gaan we. Op, terug. Op, terug. Maak je mooi lang. Ellebogen weer in de zij. Daar gaan we weer. En op, terug. Op, terug. Heel goed. Weer tegelijk. Komt die. Op en terug. Op, terug. Om en om vanuit schouders. Komt die. En op, terug. Op, terug. Op, terug. Heel goed. Ga door. Nog twee. En tegelijk. Gaan we. Op, terug. Op, terug. Maak je mooi lang. Lang. Laatste keer de ellebogen in de zij. En op, terug. Op, terug. Nog. Vier. Drie. Twee. En schud los. Gaan we naar de benen toe. Heel goed. Dan gaan we naar de beenspieren. Pak er even een stoel bij, zodat je stevig kan staan. Zittend gaat het iets anders dan staan, dus let goed op mijn collega. En dan gaan we beginnen. Stevig staan. Eerste been gaan we opzij. Komt die opzij en terug. Zij en terug. Zij. Terug. Zij. Terug. Heel goed, ga door. Hoe hoger, hoe zwaarder. Blijf wel rechtop staan. Laatste. Ontspan. Gaan we naar het andere been. Daar gaan we. En op, terug, op, terug. Hou goed vast. Kijk even hoe hoog je voor jezelf kan. Heel goed. Ontspan. Wij gaan aan de zijkant van de stoel staan. Let goed op mijn collega. Gaan we. Eerste been naar de achterkant. Komt ie. Achter en terug. Achter en terug. Achter. Als je zit, til je been wat op en trek je hem vervolgens naar achter. Voel je het in dezelfde spieren.
Laatste. Ontspan even. Dan gaan we naar het andere been. Daar komt hij. Op en terug. Op en terug. Heel goed. Ga door. Ook hier weer. Hoe hoger, hoe zwaarder. Heel goed. Schud weer los. Dan gaan we weer naar de zijkant toe. Dus hou stevig vast. Daar gaan we. Op en terug. Naar de zijkant. En terug. Heel goed, laatste was hij. Even ontspannen. Naar de zijkant, andere been. Gaan we op en terug. Op en terug. Heel goed, ga door. Heel goed. Schud de benen goed los. Heel belangrijk. We hebben veel werk verricht. Voel alles in die benen trillen. Yes, stevig staan. Dan gaan we naar het laatste onderdeel. Oké, zijn we bij de cooling down aangekomen. Doen we lekker rustig zo meteen. Naar boven kijken. En naar beneden. Kijken we nog een keer op. En nog een keer laag. Laatste keer op. En laatste keer laag. Kijken we weer recht vooruit. Gaan we van links naar rechts. Opzij kijken. Kijk zo ver mogelijk opzij. Wissel dit zelf af. Kijken we weer recht vooruit. Kantel het hoofd. Gaat het oor naar de schouder. Wissel dit af. Hou die schouders goed laag. Haalt die weer rechtop. Kruisen we de handen op de schouders. Gaan we rustig van links naar rechts. Wissel dit ook af. En weer rechtop. Zwaaien we met de armen van links naar rechts. Doe lekker ontspannen mee. Goed ontspannen zwaaien. Oké, gaan we terug naar het midden. Ga goed rechtop staan. Gaat één voet op de teen. Draaien we de enkel. En zetten we terug. Andere voet op de teen. Draaien we de enkel. Zet ze weer langs elkaar. Gaan we even de heupen losdraaien. En de andere kant op. Gaan we weer goed rechtop staan. Handen tegen elkaar. Ellebogen hoog. Voor je op en neer. Ellebogen laag. Vingers in elkaar. Draaien we de pols even los. En schud los. Neem een goede hap lucht. Neus in. En mond uit. Vanuit de pastorie van Theater Het Speelhuis in Helmond. Het Praatkwartier met presentator Arnold Otte. Creatieve alleskunners, zo kun je de twee gasten van vandaag wel omschrijven. Theater maken, schrijven, tekenen, musiceren, pubquizzen, hosten, improviseren en nog veel meer. Ze doen het allemaal en ze zitten vandaag hier bij mij aan tafel in de pastorie van de Onze Lieve Vrouwen ten Hemelopneming. Mooi hè, in Helmond. Gekoppeld aan het speelhuis, de cultuurtempel van de stad natuurlijk.
Bij mij aan tafel John van der Zanden, dag John, en Luc de Graaf. Dag Luc. Hoi Al. Dag. Hoe zal ik jullie omschrijven? Hoe zou ik jullie moeten omschrijven? Zijn jullie vrienden, collega's, concurrenten, cabaretiers? Wat zijn jullie? Alles. Ja, op de eerste plaats concurrenten. Nee, natuurlijk. Ik denk op de eerste plaats vrienden. En van daaruit ondernemen we dingetjes, samen of individueel. Al lang of niet? Hoe zijn jullie elkaar in het leven tegengekomen? Laten we daar eens mee beginnen. Ik denk vanaf het moment dat jij in Helmond bent komen wonen, vanuit Tilburg. Ja, zoiets. En dan via, en dan ga je een keer iets doen en dat bevalt. Want jij bent geen Helmonder, John. Nee, ik kom uit Asten en ik woon eigenlijk pas, ik woon nog net geen 20 jaar in Helmond. En Luc is natuurlijk oer-Helmonds, want jouw historie is bij de mensen die jou kennen wel bekend, maar niet iedereen kent jou. Dus waar liggen jouw wortels, Luc? Die liggen midden op de markt, ja. Daar ben ik geboren. Mijn vader had daar een slijterij. Ja. En waar nu lokaal 42 is. Ja. Waar ik nog vrij regelmatig kom. Dus dat is wel een beetje waar ik geboren en getogen ben. Ja, ja. Overigens wel met een soort van haat-liefdeverhouding met de stad zelf. Mijn ouders die kwamen uit het westen van het land. En ik ben ook wel een beetje opgevoed met de ironie die mijn vader mij heeft meegegeven. Om ook wel met zelfspot en spot door het leven te gaan. Ja, en Helmond ook met zelfspot te bekijken. Ja. Ja. Dat is niet zo moeilijk, of wel? Nee, dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar je moet het wel goed doen. Ja. Oké. Okay. Als je je voor moet stellen, Luc, waar ben je dan? Cabaretier, denk ik, want daar heb ik het meest gedaan en het langst gedaan. En nu zit ik een beetje tussen... verhalenverteller. Ik teken ook wel en publiceer dat in op een bepaalde manier. En speler, eigenlijk speler. Ja. Speler? Ja. Hoezo? Nou, met spelen met het leven, wat een beetje voorbij komt en wat je ermee kunt doen. En dan in het theater, op het podium proberen weg te zetten. John, cabaretier, regisseur? Ja, ik noem het tegenwoordig vaak theatermaker. Cabaretiers zijn er heel veel. Mm-hmm. En ik maak theater en dat doe ik door zelf op de planken te staan of met anderen of andere mensen op de planken te laten staan en te regisseren. Dus dat hele verhaal eromheen, zo zie ik het, omvat ik het eigenlijk. Ja. Je doet dingen soms voor korte perioden, jullie hebben samen in Achterom gezeten bijvoorbeeld, hè, cabaret en muziek. Dan wordt het weer tijd voor iets nieuws of hoe gaat dat? Hoe loopt dat creatieve proces bij jullie? Hoor je dan op een gegeven moment wakker en denk je van ja nee, nou heb je geen zin meer, nou moet er iets anders? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, je loopt altijd wel te denken wat je kunt doen. Hè, met het materiaal wat je om je heen verzamelt. Of wat je verzamelt, of wat je ziet. Of wat je, alle informatie die je krijgt. Dus dat borrelt altijd wel. Er zijn 1000 ideeën op een dag. En op een gegeven moment moet je wel gaan bedenken. Oké, ik pak er één goed idee uit of één thema uit. En dan ga ik dan mee aan de slag. En dan bel je eens rond of andere mensen mee willen doen. Ja, ja. Of je doet het zelf, of je zoekt muzikanten op. Mm-hmm. En dan langzaam begint zich iets te manifesteren eigenlijk. Hè? Ja, ja. En bij jou uitziet dat bijvoorbeeld in tekeningetjes met verhalen de laatste tijd? Ja, ik heb een aantal jaren ben ik verhalen gaan schrijven. Die publiceer ik elke dag op Facebook. Daar maak ik altijd een tekening bij. En dat beviel me ontzettend goed. En dan stop ik daar op een gegeven moment mee. Maar ik had wel inmiddels 2 boekjes gepubliceerd en nog op andere verhalen verzameld. En toen dacht ik van, ik ga dat eens combineren met muziek en ik speelde in een bandje, Feliciano's, en toen hebben we daar iets bij bedacht samen. En daar zijn we nu druk aan het repeteren. Ja. De eerste voorstellingen die zijn al geboekt. Dus, want dat wordt een theatervoorstelling met de Feliciano's. Hoe noem je dat bandje? Dat stijl? Een vriendenbandje. Ja, een vriendenbandje. Maar welke stijl? Ja, folk, bluegrass, country. En jij speelt daar de? Contrabas, zing en... Montemar. En je gaat een theaterprogramma maken waarin jouw verhalen centraal staan. Ja, waarin mijn leven als het ware, of ons leven centraal staat. Mm-hmm. Wat doen wij nou hè, als muzikanten zijnde? Maar ook als muzikant, /docent. Kees, onze bassist, is een docent. Philip is ook een leraar en Pieter is een boekhouder. Mm-hmm. Dus wat doen wij nou, weet je wel, om alles maar rond te draaien met kinderen en met honden en met belastingen, formulieren en noem maar op. En
daardoorheen komen mijn verhaaltjes. Ja. Met tekeningen ook? Nee, tekeningen niet. Okay. Daar doen we helemaal niks mee. En dan hebben we nog een stuk of 10 liedjes erbij. Dat zijn de Amerikaanse evergreens, de bluegrass klassiekers. Maar daar hebben we wel de Nederlandse tekst op gemaakt. Oké. Wordt het een leuk programma om te lachen? Of wordt het een ernstige ondertoon? Of wat wordt het? Nee, er zit geen ernstige ondertoon in. Er zit wel een ondertoon in van... probeer zoveel mogelijk in het leven te stoppen. In plaats van er alles uit te halen. Want je moet dat juist instoppen. Yeah. En veel plezier. Ja. Plezier maken met elkaar. Het wordt een plezierige avond als je dan zo gaat. Een opgewekte avond. Ja, dat vind ik zo mooi. Leuk. Mooi. Ja. Ja. Leuk. In het speelhuis ook? Of waar ga je naartoe? Misschien sluiten we daar wel af. Ja. En vanaf wanneer? September. September, oké. Mooi. Houden we in de gaten. John, als ik naar jou kijk en jouw actuele project, dan denk ik dat we bij de musical uitkomen, of niet? Een van de actuele projecten. Ja. Een lastige musical, denk ik, want je zit met corona-beperkingen. Ja, dus moet je daarover nadenken. Kijk, de laatste Helmse musical was in 2018. 2020 zouden we weer spelen, dat kon niet. Ja, opgeschoven was nog steeds onzeker. En toen zaten we uitgerekend hier aan deze tafel te praten met Jochen Otte, directeur van het speelhuis. Wat kan er dan wel? Zij hebben de behoefte aan een voorstelling. Wij zijn na gaan denken. En wij kwamen bij een soort coronaproef voorstelling uit. Waarbij we in ieder geval makkelijk kunnen anticiperen op regels die losgelaten worden. Ja. Of die aangescherpt moeten worden. Ja. En dat was ook artistiek wel interessant. Want er is de afgelopen tijd wel iets gebeurd in het land, in de stad. En het is heel fijn om daar eens een keer bij stil te staan. Het heeft een soort urgentie. En Hotspot heeft dat niet. En dan kunnen we makkelijk een jaar opschuiven. En volgend jaar kunnen we dan, in 2022, kunnen we daar mee knallen. Want wat gaat er dan gebeuren in 2022? Wat is het onderwerp dan? Dat is Hotspot. Dat is in 2022. Ja. Dat speelt over Helmond in 2050. Dan fantaseren we over hoe Helmond er dan uitziet. Wat er dan allemaal gebeurt met Helmondspoort, met Westend en Chinezen en Russische miljonairs en noem maar op. Je kunt alles, je kunt de gedachten de vrije loop laten. Ja, maar eerst nog een voorstelling, een muziektheatervoorstelling, waarin we met de coronatijd iets gaan doen. Ja. Oké, te zien vanaf? We gaan 2 januari in première. Mm-hmm. En dan tot 9 januari gaan we minstens 8 voorstellingen hier spelen. In het speelhuis. Kleinere zaal, een totaal andere, max 180 mensen hebben we gezegd. Mm-hmm. Een totaal andere beleving dan, wat ons betreft, dan de Helmse musical. Eigenlijk ook wel leuk om dat te doen, hè? Ja, skyleuk. Ja. Want, zijn er al kaartjes verkrijgbaar? Vanaf 8 juli is er kaartverkoop in het speelhuis. Trouwens, pratend over die musical, wat nu bruut onderbroken is door Luc, maar dat is niet erg. Luc, jij haakt daar niet aan. Is dat bewust? Nee, ja, ik heb daar nooit zo over nagedacht. Nee, maar musical is niet per definitie jouw... Nou, dat is niet mijn métier, maar van de andere kant zou het dan juist wel een uitdaging kunnen zijn om daar wel iets aan toe te voegen. Ja. Goed, musical hebben we, Feliciano's hebben we met ondertussen straks, ook ongetwijfeld in het speelhuis. Ik kan me niet voorstellen dat dat niet gaat gebeuren. Kijkend naar het algemene cultuurbeleid in het Helmondse. Helmond, stad van richting de 100.000 inwoners. Zijn wij on point, zoals mijn kinderen zouden zeggen? Zitten wij qua cultuur op de plek waar we moeten zitten? Of is er toch nog wel wat winst te behalen? John? Ga maar los, jongen. Nee, ik ga niet zozeer los. Nee, maar wat ik vind, en dat heeft de afgelopen tijd ook wel laten zien, is dat er eigenlijk het nog steeds best wel schraal is wat er in Helmond gebeurt. Dus afgelopen anderhalf jaar is er niks of nauwelijks gebeurd, gemanifesteerd. Ik vind dat jammer. Mm-hmm. Ik kan me daar... Ik was in Schiedam begin coronatijd. Ik loop daar in het museum, toen dat allemaal nog kon. En dan zie ik een complete expositie, alle Schiedamse kunstenaars, Schiedamse te vergelijken met Helmond, dat is geen wereldstad. Mm-hmm. En ik zie daar een expositie met allerlei mensen die konden reageren op corona. Er zaten prachtige dingen bij, een prachtige foto-expositie. En dan denk je, ja, dat geeft troost, dat geeft duiding. Daar hebben mensen behoefte aan.
Er komen ook andere mensen in het museum dan de mensen alleen maar voor kunst komen. Ja. Kortom, het mes snijdt aan allerlei kanten. Mm-hmm. En toen dacht ik, ja, dat kan in Helmond ook. En er zijn hier wel initiatieven geweest, maar die zijn allemaal de kop ingedrukt. Nou, foto-expositie hebben we ook gehad. Ja, natuurlijk. Die hebben we wel gehad. Ja. Maar bijvoorbeeld, ik weet dat er hier op het Speelhuisplein zou een festival plaats kunnen vinden. En er wordt dan 2-3 dagen van tevoren wat afgeblazen. Ja. Hoe komt het dat het zo schaal is in jouw ogen? Het heeft vooral, ja. Middelmaat. Wat ja, middelmaat? Om mensen bang zijn om teruggefloten te worden. Mm-hmm. Iets wat jij noemt ons cultuurmaatschap, iets waar wij nooit bang voor zijn, is dat mensen zeggen, ja, dat kan niet. Of, mm-hmm. Of dat wij op ons bek gaan, ik praat namens ons, hè. Maar dat wij op ons bek gaan, ja, dan is dat maar zo. Mm. Ik bedoel... Het voordeel hiervan is dat wij kunnen gewoon alles doen in Helmond, hè, wij. Mm-hmm. En dat lukt altijd wel. Maar dat geeft ook een bepaalde middelmaat aan. Ja. Want als je dan, wij zijn de maatstaf van onszelf. Ik voel nooit de hete adem in mijn nek van mensen die mij van een troontje willen stoten. Nee. Maar dat zou moeten gebeuren. Maar waarom gebeurt dat niet dan? Omdat het er niet is. Ja. En waarom is het er niet? Ligt dat aan de Helmonden? Ligt dat aan de organisatie rondom het cultuurbeleid dat we in Helmond hebben? Dagen we mensen niet genoeg uit? Of hebben we gewoon niet genoeg Helmonders die talent hebben op dit gebied? Kan ja, natuurlijk ook. Dan kom ik op het gevaarlijke gebied van charisma. Ja. Ik denk dat er in Helmond te weinig mensen rondlopen die echt hun nek stevig weet je wel, uit durven te steken. Mensen die gewoon die ook kunnen zeggen... Ik ga nou eens boven de maaiveld uit, want daar zijn de leukste feestjes vaak. Mm-hmm. En durf gewoon eens, of ga gewoon eens op je bek. Gewoon ga eens doen, weet je wel. Ja. Wij zeggen wel eens ooit, hier is soms het credo. Maar hij staat er toch maar. Ik zou het niet kunnen. Ja. Toch knap dat hij er allemaal uit zijn hoofd... Dat zijn de criteria. Ja, en dan sorry hoor, maar dan... Mooi decor. Ja, en dan zakt mijn broek al af. Ik denk van ja, en bedoel... Ik streef naar het maximaal haalbare en dat doe ik mijn best voor. En als je dan te horen krijgt van ja, ik zou het niet kunnen, ja, daar heb je niks aan. Wordt het tijd voor een cultuurwethouder of voor een cultuurbeleid waarin we de lat eens wat hoger gaan leggen? Moeten we tevreden zijn met de kasteeltuinconcerten omdat daar iedere week zoveel mensen staan in de zomer? Je moet eigenlijk, dan moeten we wat meer anarchie komen. Mm-hmm. Ja. Maar die komt meestal van de jongere generatie. Ja. Nou, dat hoeft niet. Nee? Nee. Kan die van jullie komen nog? Ja, ik ben graag een anarchist. Ja. Ik vind, dan praat ik over 12, 13 jaar geleden, toen hebben wij met een aantal mensen over cultuur bij elkaar gezeten, waar we heel andere mensen dan... En toen hadden we het erover, en er is een mooi verslag, gespreksavonden geweest, waar allerlei mensen hebben uitgenodigd van buiten, om te kijken hoe of wat. Een mooi verslag van gekomen, ja, er zijn de la verdwenen, we zijn 3 wethouders verder. De afdeling cultuur is opgegeven onder economische zaken gekomen. Er zitten een paar hele fijne mensen, maar er zitten ook een aantal mensen die kijken naar de regeltjes, zeker in coronatijd. En daarmee, de gemeente wil heel veel bepalen. Als je iets van de gemeente wil meepraten, wil mee bepalen, maar dan moet de gemeente ook eens een keer daar iets daadwerkelijk van mee willen. Ja. En dan mis ik. En dan kom je gewoon uit op van ja, dan laat maar, dan doen wij gewoon de dingen zoals we ze willen doen. Ja. En dan kijken we wel of we mensen mee krijgen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn van ja, die zeggen laat maar, dan maar niet. Ja. En dat is heel jammer. Ja. Luc, laatste woord. Anarchie. Ja, jij roept op tot anarchie. Ja, ik roep op tot een soort van, ja, we staan op, weet je wel, ga aan de slag. Ja. Voorop in de strijd dan, zou ik zeggen. Nou, een beetje strijdbaar karakter zou niet meer staan, denk ik. Ja. We zouden hier nog heel lang over kunnen praten, maar ja, het is maar een kwartiertje. Het moet allemaal snel, te weinig tijd voor diepgang. Een beetje de kern van het verhaal misschien. Dank jullie wel, succes met jullie carrière. Ja. Dank je wel. Dank je.